allemaal, super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuw videootje van... Familie de Kaai! Hey. Wacht even. Je vergeet iets, Esra. Ik vergeet iets heel belangrijks. Eén momentje. Zo komt eraan. Let it go. Oh, wacht, opnieuw, tegelijk, kom. Ja, meedoen. Nee, rechts, links. Je gaat verkeerde kant. Schatje, nee. Oké, jongens, wij zitten met z'n allen in de auto. Oh, wat is het heerlijk om in deze auto te zitten en te mogen rijden. Ik word verliefder. Met de 100 meter. Het rijdt zo ongelooflijk lekker. En ik moet je zeggen, wij zijn onderweg naar een voetbalwedstrijd van ons neefje. En dat is best wel een stukje rijden, want het is ongeveer, ja, ruim een dikke uur rijden. Dus we moeten de snelweg over. Maar dus, het is echt druk onderweg ook, hè? Het is druk, maar we hebben af en toe wat stukjes waar ze dan even het gaspedaal in kan trappen. En oh, Delma, hoe voelt het? Goed. Ja, zo, deze auto rijdt zo ongelooflijk lekker. Dus we hebben aardig wat snel. Hoe had je dat aangetikt? De maximale snelheid dat je mag rijden, hè? We houden heel goed. Nee, maar echt lekker. Maar zoals ik zei, we zijn dus onderweg naar ons neefje. Alleen, we zijn een beetje aan de late kant. Ik denk als we geluk hebben, zijn we het laatste kwartiertje ongeveer nog bij de wedstrijd. Ja, ik kom eindelijk naar je voetbalwedstrijd kijken. En dan kijk dit, jongen. Oh, dus het is echt wel een beetje druk onderweg. Maar in ieder geval, dat staat op de planning. Op naar ons neefje, voetbalwedstrijd kijken en lekker genieten van... De snelheid! De toegestane snelheid die Sarah nu rijdt op de snelweg. Oké, wij zijn net bij een voetbalwedstrijd geweest van ons neefje. We zijn er eventjes gesetteld in. Sarah, je gaat even lekker wat eten. Dat is wel goed, 17-0 hè? 17-0. Ik voelde oude tijden, ik had zo goed... 17-0 verloren. Ik heb een keer 24-0 verloren, dus wat ik zeg. Het was 17-0, maar we zeggen niet voor wie. Nee, het was leuk om ons neefje te zien voetballen. Hij was wel het beste van het team. Ik vond het sowieso de beste. Wie was het beste? Nee, eerlijk, hij speelt echt supergoed. Dus dat was wel leuk om te zien. Maar wacht even, we hebben een hele speciale gast vandaag. Voor degene die ons al wat langer volgt, die hebben deze keertje al eens eerder gezien. Wacht even. Oké, zijn jullie klaar voor... Ilai, laat hem zien. Laat hem zien. Verkeerde kant. Dit hoort je, dat is van ons neefje en zo, maar hij was toen een keer toen die puppy was en toen wij Pato nog hadden, waren ze twee puppies, toen was hij bij ons thuis. Dat was een heel tijdje verder, maar kijk hoe hij het ziet. Te snap. Ja, hij is maar we zeiden lief. Net, maar hij lijkt... Wat korte knip hier, want hij lijkt net zo'n oma van 80. Nee, is niet. Nee, gaat niet. Ja, grapje. Agarp. Nou, we zijn namelijk in Limburg, dus ik heb garm. Ja. Volgende. Oh, wacht, we hebben er nog eentje. Oh, hier komt zo'n schut. Wie hebben we nog meer onder de tafel verstopt? Daar komt twee. Toepak. Toepak, niet doen toepak. Oude kijkers weten wat ik bedoel. Nou, kom op. Ja, laat hem even los. Kom eruit. Maar hij valt mij aan. Ik ben echt spannend, hoor. Alleen voor het filmpje, manje. Alleen voor het filmpje. Ja, zijn jullie klaar voor? Ja. Ilai, wie is dat? De aankondiging. Oh, hij lijkt wel op zo'n teddybeertje nu, hoor. En moet je nagaan, hoe oud is hij? Hij is 15 jaar. Laat het dan eens zien. Hij heeft het al. Oh. Hij heeft nog 4 voor. Dat vier zoontjes. Nou, nee, het is echt een oudje. Idai! High five. Don't touch it. Nee. High five. Hij heeft net in plas gestaan. Ja, niet doen! We zijn namelijk in het restaurant van mijn neefjes, maar wat is dit, jongens? Waar is de goudvis? Waar is hij? Ja, maar het wordt wel goed... Het is wel lekker ijskoud water. Ja, we gaan even lekker wat eten. Volgens mij had ik het al gezegd, want het is alweer lunchtijd. Dus lekker wachten op het eten. Proost. Zo, eten is gekomen en pannenkoekjes zijn bijna op. En Esra, ja? Moet ik je geheim verklappen? Nou? Kijk eens achter jou. Zo, hij begint. Kijk wie je wakker is geworden. Ja, snel eten. Even serieus, altijd wanneer we gaan eten, wordt hij wakker. Hallo. Dus ik zou zeggen, snel eten, Esra. Ja. Eet smakelijk. Klaar met eten, gaan we beneden spelen. Maar Esra, hoe ga je met die klompen naar beneden, joh? Het is echt nog zo trokken. Hè? Het is ook echt zo smalle. Ja, als ik zo ga. Dat was een grapje. Zo, ik schrok me dood, joh. Oh, ja, tuurlijk. Wat? Wat wil je dat doen? Niks? Heb je hulp nodig? Ja. Ja, kom. Neem een patat mee. Oh, wat weet je? Oh, lekker hoor. Mag je op z'n rug, wat was die van plan? Ik weet niet wat die van plan was, je. Ah, hier. Ja, je hebt nog gewoon schoenen. Wie gaat winnen? Hij staat nu voor. Wie?
Oh, nee, sorry. Zo, nou die klak heb ik volgens mij een dagje geslapen, Jos. Die deed pijn. Echt, wat een smartje. Hij was helemaal KO. Nee, dat was wel de gekkigheid. Grappig. Ik was die KO van dat mensen zeggen dat het echt zo was. We kwamen niet meer toe aan het filmen gisteren. We hebben gewoon lekker voor die dagje gehad. Dus ik dacht, we plakken de vast. Gewoon lekker aan vast. Het was echt zo'n regenachtige dag. Maar weet je wat het wel is met deze regenachtige dag? Bam! Bam, 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 bam! Gewoon zonnestraal in de straat. Normaal gesproken kijk ik naar buiten en denk ik, oh lekker, het zonnetje, word ik vrolijk van. En nu heb ik gewoon elke dag een zonnetje bij ons. Ja, nou het is wel zo, ja, die zon gaan voorlopig... Nou, volgende week weer, alleen wordt het wel weer koud, maar hè... Audi zorgt over wat zonnestraaltjes hier. Als we 's ochtends de gordijnen open doen, kijk ik echt naar buiten. Dus het is toch allemaal zo nieuw, dus we genieten er echt volop van. Alles wat nieuw is en fresh. Daar word je gewoon gelukkig van. Ja, zoals ik 10 jaar geleden met Esther. Maar net zeg je. Nee, dat is dus gewoon niks meer aan nu. Dat nee, echt gewoon saai man. Dus je moet af en toe veranderingen hebben, weet je. Dus Oh, wacht even. Ik moet even wat bespreken. Ik heb even een vraagje. Wie van mijn kinderen kan ik omkopen met wat lekkers om de pamper van Mia's te verschonen? Meisje. Ja? Ja, oké. Ga je mee? Ga je verschonen? Want het leek me wel handig als jullie ook kunnen verschonen. Dan, Eerste keer, hè? Allereerste keer weer als verschonen? Ja! Oké. Ik ben benieuwd of je nog zo blij bent als hij nou hier open gaat zo. Nou, krukje erbij. Hè? Weet je nog zeker, Devran, dat je het wil? Ja. Allereerste keer broertje verschonen. Dan moet je wel een beetje in plaats van bij zijn hoofd hier eens gaan staan. Kom maar. Ik blijf wel even hier staan. Dat is niet geschikt. Volgende keer? Doe je het alleen. Oké? Serieus? Oké. Wat moet je eerst doen? Broek uit. Doe maar. Pas op plasgevaar. Hij kan nog uitschieten met een plasje. Ik kan niet. Wacht, help even een beetje. Wat is er? Hij staat te kijken. Ben je aan het kijken? Bang. Waarom ben je bang? Dat hij gaat schieten. Ik hoop zo graag dat hij nu omhoog gaat schieten, Estra. Voor wat ben je bang? Voor dit ben je bang! Nou, echt gelukkig heeft hij pas gedaan hier. Wat doe je dan? Doekje pakken, want als ik het... Waarom? Wat is er? Papa moet helpen. Nee, mama. Hier. Ik wil het niet. Is het... Een beetje. Ja, klein. Kijk, dat doe je broertje toch niet aan. Serieus, als hij nu gaat plassen, richt ik de straal naar jou toe, Devran. Maar hij heeft gepoept. Oh, wacht, hier. Waarom ben je zo ver weg, Devran? Kom eens. We moeten nog meer poepen. Devran. Hij gaat plassen. Oké. Kijk naar Sabi. Kom, Mia's, poepen, plassen. Maar dat gaat op onze kussen, dus dat mag niet. Echt, maar ja, laat maar poepen, dan mag hij op jouw kussen. Hé, liefie. Ja, mijn Even lekker laten luchten, hè. Serieus, kust is veilig. Oh, Def, zal ik hem even open doen, de luier? Nee, ik hoop je. Weet je wat we zo gaan doen? Wij gaan zo meteen bowlen, en ik had het er net over. Laatste keer dat wij gingen bowlen, weet je wanneer dat was? Nee. 2 dagen voordat Mia's was geboren. En toen kwam die eruit gerold bij jou, hoor, ja, na een paar dagen. Een dik strijk. Nee, ik wilde dat stond er ook nog mooi. Echt, hè? Nee, maar wat wil ik zeggen? Wat wil je nou zeggen, Estra? Wat wil ik zeggen? Estra wordt de dement. Ja, dat zei ik ook. Ik wou nog iets zeggen, er was iets. Je wou zeggen dat je van me houdt? Ja, dat wel. Je wou zeggen hoe lief ik ben voor je altijd. Je wou zeggen dat je mij een kusje wil geven. Nee? Sloopt gewoon weg! Hallo! Ik loop. Wauw! Serieus, mensen lopen van de trap. Deze gaat met zijn kont van de train naar train springen. Deze gaat via de zijkant. Kunnen jullie ook een keertje normaal doen, jongens? Nee. Nee? Echt waar, net hun vader, deze twee. Wil je mijn schoenen doen, papa? Of ik jouw schoenen wil aandoen? Ja. Weet je wat ik zeg tegen jou? Ja. Nee. Zo jonge dame, aangezien jij daar niet wil bowlingballen en ook niet met mij wil ballen, heb ik hier voor jou bitterballen. Er staat nergens op, dat is juist leuk. Nou, dankjewel hoor, schat. Maar wij zijn dus aangekomen bij de bowlingbaan. We zijn met vrienden vandaag. We zijn lekker aan bowlen. Tenminste, ik sta aan bowlen. Goed zo, high five. Ik zei vandaag, ik ga niet bowlen. Jullie gaan lekker.
Ik ga lekker bij mijn meertje zitten. Pia staat. Oh, rustig. Jij. Debran, die staat op. Oh, Eli staat wel bovenaan. Hè? Nee. Oh jawel, Eli staat gewoon boven. Hij is tweede. Oh, maar je gaat goed, schat. Je gaat goed. Je bent tweede. Dat is goed. Ja, er is altijd nog kans om te winnen. Nooit, hij is echt met zich. We kunnen echt niet tegen ons verliezen. Hij is heel goed. Maar je mag nog 8 keer gooien. Hè? Hey. Oh, kijk, zo hoor. Wie heb je? Nee? Wie heb je? Nee. Dit kan echt niet. Wacht even. Jongens, ik ga deze afgaan. Ah, nee! Oh, wat doe je? Nee! Sean, hier zit iedereen die aan de woningbal heeft gezeten. Zet zijn hand hierop. Nee. Jawel, die bitte. Hij had een beschermlaagje. Nee, maar serieus, iedereen zit aan die woningballen. Weet je niet hoeveel bacteriën er nu in je mond zitten? Lekker balletje hoor. Eerst, weet je waarom? Lekker balletje hoor. Waarom is dat zo? Jullie balletje. Oké, jongens, kijk hoe schattig. 2 tortelduifjes. Die 2 zijn echt gek op elkaar. Kijk. Hoe schattig ziet dit eruit? Oh, en wat gaat het worden? Eli? Kijk dan, de liefdesbal. Daar gaat hij hoor. Bijna, Eli, ja. Oh, ja, al nog eentje. Oh, sorry, ik verpest jullie momentje. Je hebt een momentje afgepakt. Sorry. Kijk dit. Laat het even. Dit is toch te schattig, echt. En de eindstand. Van alle kinkers die hebben gespeeld, is de winnaar geworden... Eli! We gaan nu lezen gamen. Dat doen wij de papa's tegen de kinderen. En wie gaat er nu winnen? Ik! Jullie! Gaan jullie de papa's goed aanpakken? Wat ga jij doen? Papa! Maar kom eens hier, kijk eens. Weet je wie jullie achterna gaat zitten hier? Kijk eens wat we hier hebben. Allemaal dino-eieren. En ik heb gehoord dat de paas al ontsnapt. Dus jullie moeten wel opletten met rennen. Misschien pakken ze jullie been, hè? Grappie jongens, kom. Ga spelen, ja? Ja, Mia is ook aanwezig, volop in de blacklight. Kijk die schoentjes. Oh. En ligt nog steeds lekker te slapen, dus die vermaakt zich hier wel goed. Oké, tamboersmurf, nummer 1. Dat ben jij, Debran. Laat eens even zien. Kijk eens hier. Controleren. Ja, is wel even goed controle doen. Ik ben eerst. Ja, ik zag tamboer. En Debbie, jij hebt hier 4200 punten. Tamboer. Wat is een tamboer? Wat is een tamboer? Nou, jij hebt... 180.000 kills. Goed zo. Esra, ik praat maar kijk naar beneden. Eigenlijk, hè. Om jou te zoeken. En jouw maat, kijk dit. Huh? Je ziet gewoon... Wat? Handig, hè? Die schoen heeft wel heel veel goede dingen, ja, Esra. Ja, dat is over nagedacht, hè. Ja, je trapt alles kapot. Ja. Je kan het donker zien waar je bent. Echt top. Ik moet ze ook hebben. Ik moet niet meedoen, hè. Abby, mij kan je ook in het donker zien. Weet je hoe? Nee. Zo! Zo! Zo, heb je de zon zien? Tra, ik wist niet dat je tv had, joh. We kunnen gewoon tv kijken. Kijk hier, wie zit nou? Dad. We hebben Nickelodeon vandaag. Kijk, Jimmy Neutron. Debra. Wat zijn jullie aan het doen? Hé, hey, niet de auto likken. De camera. Is dit gek? Schatje, wat gaan we eten vandaag? Wat vertel ik? Laat wel zien. Dit is onze eerste ronde, geloof me. En hiervan is al de helft opgegeten. Debran? Daarvan is bijna alles van jou besteld ook. Door mij besteld? Volgens mij is het door onze goede vrienden besteld, maar die doen voor mij. Dus geef maar... Nee, zegt hij. Maar Esra, jij mag vandaag weer lekker biep eten. Klopt, ja. Het is de eerste keer sowieso buiten eten en ik mag weer wel vlees eten. Oh, Esra. Ronde nummer? Ronde nummer 2. Maar helemaal stuk. Kijk, dit is gewoon echt mannenvoedsel. Gewoon volwassen voedsel. De kid zit daar gewoon rustig met tabletje en zo. Echt, oh. Lekker. Zo, ik heb alle sushi lekker opgegeten. Alleen de afvoer krijgt Esra. Toch? Heerlijk, neem maar een haapje. Hè? Zei je? Lekker? Niks. Gewoon door blijven kouwen. Ik heb het net... Als jij niks wilt zeggen, dan ik heb net niet gefilmd, maar kijk hier.
Toen zij net naar de wc ging, had ik dit allemaal wasabi erin gegooid. Is er bij water? Hier. Het smaakt ook echt ras. Ik eet het echt nooit, hè. Wij zijn vrienden voor het leven. La 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 la. Hoe ging die ook weer verder? Weet ik veel. Dat is jouw muziek, niet de mijne. Oké. Okay. In ieder geval, wij zijn weer lekker thuis. We gaan bij deze ook lekker de video afsluiten. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Zet even een duimpje omhoog. Vergeet je te abonneren als je niet op een echt video wilt missen. Dan zien we jullie weer de volgende keer in een nieuwe video. Doei!